Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto van 10 voor 1 vanmiddag zien we dat er behoorlijk veel bewolking over het noorden van het land schuift, maar in het zuiden schijnt de zon flink. In het noorden komt ook nog een enkele bui voor. Vanavond gaan de buien grotendeels verdwijnen en de temperatuur daalt al snel richting het vriespunt. Uiteindelijk komende nacht gaat het in het binnenland licht vriezen, in de kustgebieden blijft het kwik net iets boven nul. De wind draait geleidelijk aan richting het zuiden tot zuidoosten. En dan morgen overdag neemt de bewolking weer toe. En dan in de middag en avond trekt er een neerslaggebied over het land. Er valt regen, maar die gaat over in natte sneeuw of sneeuw. En in het oosten en noordoosten zou het zelfs even wit kunnen worden. Op zaterdag is het alweer gedaan met de winterse perikelen. Dan wordt het 9 tot 12 graden maar liefst en het is regenachtig weer. Op oudejaarsdag en nieuwjaarsdag hebben we ook perioden met regen, maar nu en dan ook zon. En dan wordt het 8 tot 12 graden. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl